En 3, en 2, en 1, en een. Een. Yeah. Oh. 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 Ah. Ja, la, 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 je moeder! Ik denk dat iedereen nu wel weet uh, wat wij dit weekend hebben zitten spelen: uh, iets met een uh, gat. Kutnurts? Oeh. Controversiële mening in de background. <tot -tot. Nou ja. Sterker nog, ik ben nu nog aan het spelen. Ja, we hebben natuurlijk ook een Baldur's Gate 3, jongens. Uh, ja. Voor de duidelijkheid. Uh, Jelle staat hier de camera's nog een beetje bij te stellen en die zegt: kut, nerds of zo, ik weet het niet precies, maar. Uh, hij zegt: kut, oh. kut game, kut game, kut dat, keeper. Dat wordt een interessante vraag. Uh, kut en ook school. Maar uh, ja, ik ben hier gewoon uh, Baldur's Gate 3 aan het spelen op mijn iPad. Dat is echt fucking gruwelijk. Ja, ik moest je heel even die tombe laten zien waarin ik mezelf. Uh, heb ja. Uh, maar ja, uh, Voor de duidelijkheid. Ja, als jij iemand. Je, je gebruikt een revive scroll. Ja. Dan, als het goed is, kun je eerst uh, uh, je target kiezen, oftewel degene die wil reviven. Dan kun je je destination kiezen. Dat die ik denk, ik heb het idee. Dat het maar en toetsenbord ding is? Ja, want ik, ik speel Baldur's Gate 3 op de PC. Ja. En ik speel het uh, zoals hier met controller uh, via Stadia. Ja. En bij... Uh, Stadia Flex is dit? Ja, wanneer ik, wanneer ik met controller speel, dan krijg je niet die optie. Maar als ik dat inderdaad What? met een ding. nee! Nee! nee. <laughs> oh, jezus! Wat the, the fuck? El van Waardenberg, 1983, met een 500 euro donatie. Zelfs, ligt... het lamp, zelfs de lamp, lampen die is helemaal van ondersteboven. Wat? Jezus! Te ver. Dat is een uh, hele vette binnenkomer bij Brieven Maandag, man. We zijn ik helemaal uit onze uh, apropos... Uh, apropos. Ja. Uh, uh, yeah. ik, um, ik, ik, zou. Ik ja, fuck Baldur's Gate 3 nu ook, man. <laughs> <is het> <laughs> oh, foutje. Oké, okay, nee. Nee, nee, nee. Jezus Christus. Oh, en hij zegt, blijf jullie werk doen. Ja. Ja, dus, dank, dus, uh, je. dank je. wel voor jouw uh, donatie. Andere, je hebt niet twee, te twee nulletjes dan? te veel of zo... Uh, ja, ik woude, het was niet 500 cent wat je wilde doen, toch? Oh, Jezus Christus, man. Ongelooflijk. 500 Dat is bits. Echt, uh, echt bizar, man. Jesus. Nou. Uh, welkom bij Brief van Maandag. Welkom bij Brief van Maandag. Thanks. Jesus Christ, man. Uh, oh. ja, we, we hadden het over Baldur's Gate 3, maar ik weet ook niet meer of we daar nog iets anders over Waar hadden het oh, over dat Als je de Revive-scroll had met, met. Ik merk dat je met. Uh, als ik met mijn toetsenbord speel, dat ik hem wel uh, kan wegleiden en met, uh, met een controller niet. Ja, ja, ik denk dat dat het is. Ik speel met mijn toetsenbord. Een van de eerste games die ik met mijn toetsenbord speel. Hè? Ja. Maar de, deze game is er ook wel voor gemaakt, dat daar niet van. Maar uh, ja, dat, dat, is. Dus, ja. Uh, dat is mijn tip aan jou. Om uit deze, deze trap-laden dungeon te komen. Ja, die fucking wizard. Want bent. wacht even, ben je al iets verder dan dat of ben je nog steeds bij deze ingang? Nee, ik ben al iets verder dan oh, dat, okay. maar je, je kan verschillende dingen tegelijkertijd. Lekker, doen. lekker als, als sommige mensen niet weten over, over wat voor situatie we het hebben. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin om dit zo uit te leggen. Nee, nee, nee. Maar dat is chill. Maar we zijn gewoon enthousiast over een game. Baldur's ja. Gate 3. Baldur's Gate 3. Dus ja. Hé Koosje, wat heb jij dit weekend gedaan? Ik heb uh, Final Fantasy XIV, uh, Heavensward, heb ik uitgespeeld. En uh, dat was hey, we, we zo... Hoeveelste expansion is dat? Dat is de... volgens mij de tweede nog. Dus <laughs> ik heb nog Stormblood te gaan en uh, <laughs> uh, Shadowbringers. Alhoewel ik wel Shadowbringers al heb gedaan, natuurlijk met een ja. andere character. Maar um, ik heb Heavensward uitgespeeld. En uh, ik denk dat het verhaal in Heavensward toch misschien wel een van de allermooiste verhalen is... die ik ooit in een game en of film heb meegemaakt. Het Dat is, is een echt uh, statement. Ongelooflijk vet. Okay. Echt, uh, wow. Gewoon kippenvel als ik er weer aan denk. O ook met die muziek erbij, de set pieces en dan die eindbattle uh, op die stadspoort. Lijp. Daar heb ik uh, de, de, de hele weekend van genoten. Nee, en de uh, dag daarna heb ik Final Fantasy 15 gespeeld. Ja. <laughs> en Final Fantasy 14 is een MMO. En Final Fantasy 15 is gewoon een wat meer traditionele uh, Final Fantasy open wereld. En um, daar heb ik ook een prachtig stuk verhaal uh, meegemaakt. En uh, daar een klein traantje moeten laten wel. En de race? Hoe ging de race? Want ik, heb, ik, heb, ik, ik vraag het terwijl ik het zelf. <laughs> Die heb... ging uitstekend totdat iemand in de chat ging vragen om drama. <laughs> en hij uh, delivered. Ja. Want, wat gebeurde er? Er gebeurde een reversed Mugello. Oftewel, in plaats van dat iemand... Ja, eigenlijk viel er wel iemand stil. Maar iemand besloot te snel te gaan rijden naar de safety car. Uh, nou, wat doe jij met een soort van lightspeed langs iedereen vlak? Nou, het ding is, de, de safety car in F1 2020... om een of andere reden is die shit nog steeds <tom> bugged uh, as yeah. fuck. En vorige keer reden gewoon... It, had ik naar, dat was niet Mugello, dat was Monza. Toen had ik echt een fantastische race gereden. Toen stond ik derde of vierde of zo, en ik eindigde tiende omdat iedereen mij voorbij reed mm -hmm. maar, tijdens de herstart van de, van, van, van de safety car, omdat het een bug was. Ja. Ik dacht, ja, dat ga ik nu niet <laughs> laten gebeuren. Dus als nu fucking die safety car ding uitgaat, <laughs> ik ga gewoon plankgas. En ik zag iedereen nog stilstaan. Fuck it, ik ga gewoon plankgas. En ja. ja. Nice. Ja, ik, 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 ik heb gelachen. Ik, ik kwam precies op het juiste moment binnenvallen om even mee te genieten. Nog um, ja, en verder uh, natuurlijk de race gekeken. Voetbal: heb je voetbal gezien? Nee, goed zo. Ik het is ook wel niet. knap hoe uh, Frank de Boer uh, dat aantal al in twee wedstrijden helemaal kapot heeft. Het is gekregen. Gewoon klaar, het is meteen en, klaar. en gewoon de, de, de weddenschappen nu. De quoteringen bij de Unibets en zo. Uh, dat zijn gewoon van wat krijgen we eerst? Een vaccin of een goal onder Frank de Boer? Ja. <laughs> En ik zou inzetten op het vaccin als ik jou was. Oh, 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 Nou ja, in mijn weekend. Hè, zoals je heel misschien weet. Vorige week was ik natuurlijk ook al best wel druk met een klus. Deze week loopt dat ook door. Dus ik heb zaterdag en zondag gewoon gewerkt. Ik heb zelfs zaterdag. moest ik eigenlijk. Ik moest eerst voetballen. Heb ik één helftje kunnen voetballen. En van daaruit meteen met de auto door naar die klus. Dus dat is wel nice. Ik heb in één helft vier keer gescoord. Hey, even, even mijn stempel erop gedrukt. De weg, I, I, I don't mean to break. maar. Maar, maar hey. ik, 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 ik had ooit een vriendinnetje in kampen. En uh, daar zou ik naartoe gaan, campus best ver van Arnhem. Dat is drie kwartier tot een uur of zo. Toen zei ik ook mijn team: Ik kan, ik kan, ik kan één helft meedoen. Ja. Uh, dit, is, dit is geen leugen, ik heb er vijf gescoord in één. Dat is zo. Terwijl mijn paard kon kijken. En dat hebben ze daarna uh, omgedoopt tot het koosje. Als je vijf keer in één helft scoort, dan één een koosje. Netjes, netjes. Bijvoorbeeld bij SC Muiden, waar ik woon. En dat is een hele gezellige kelderklasse-team waar ik in speel. Weet je wat het probleem is met de kelderklasse? Nou. Elk seizoen krijg je er meestal wel twee teams bij die nieuw zijn... en absoluut niet in die klasse horen. Ik heb daar een hekel aan, man. Van, dus dus wat, was, het, die, wat het probleem die is... Die heel goed kunnen voetballen, ja. maar niet op hun eigen niveau willen voetballen... omdat ze anders niet kampioen kunnen nou, worden. Nee, maar daar als je een nieuw tegen. team begint, dan moet je vaak onderaan beginnen. Oh, zo. Maar dus... ik ken heel veel teams die niet willen promoveren. Ja, op die manier. Maar dus, uh, wat je krijgt, is dat je als je net niet beter bent dan die twee nieuwe teams die erbij komen. Dat je er vast. zit je er soort van vast. Ja. Je bent eigenlijk te goed voor die competitie. Maar uh, de, wat betekent dat je zeg maar van, de, nou wat zal er zijn, twaalf teams in on, onze competitie. Waar je negen heel makkelijke uh, tegenstanders hebt en twee tering moeilijke. Want die, die, die zijn nieuw en die horen dat gewoon niet. Ja. En dan nee. uiteindelijk promoveer je niet. Nee, ik heb hetzelfde meegemaakt. Uh, wij zijn ooit in de zevende klasse begonnen volgens mij. Zevende? Nee, ik, kan niet nee, ik, was, ik denk, wij, sorry, we waren ESA zeven. Ja. En het kan de vijfde klasse zijn geweest waar we starten. Dat kan. Okay. Ik heb geen idee. Heel laag in ieder geval. Was er was echt geen zak aan. Dat is precies wat je zei. Iedere ja. wedstrijd was 10-0 winnen, 15-0 winnen. Sloeg nergens op. Ja, okay. dat, dat, was is, ook, dat is gelukkig dat nog is ook waar, net niet bij dat, dat is ook waar ik die vijf uh, goals in de helft had gescoord, zeg ja. maar. En uh, uiteindelijk zijn we naar tweede, tweede klasse gegaan. Maar dat heeft echt heel veel jaren geduurd, inderdaad. Ja. Ja. En toen kwamen we inderdaad. En toen, toen zaten we in de tweede klasse. En dan zit je nog steeds met teams die veel te goed zijn, maar die willen niet promoveren. Ja, is... Want dan kunnen ze geen kampioen meer worden. En dat is heel irritant, zier, man. Zier, 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 zier. Maar goed, dat werken, uh, voetballen, een heel klein beetje formule 1 mee kunnen pikken. En uh, en is 3. Ja, uiteraard. Heel veel Baldur's Gate 3. In de uh, zesde klasse is het denk ik geweest ja. inderdaad. We ja. ja, uh, moesten helemaal onderaan starten in ieder geval. Lijp. Dat was hem dan. Uh, Zullen we beginnen met de brieven? Uh, ja. Ik, ik heb een speciale brief. Jij hebt een speciale brief. Volgens mij hebben we alleen maar speciale brieven. Weet toch? je van wie die is namelijk? Nee. Van uh, de meneer, Roderick Opman. Die staat er ergens op drie kwart van, van het uh, van ding. Dat is niet de eerste brief. Dit is de, ik, hier heb ik hem bovenaan. Oh, wacht even, dit is wel voor Rodrik op. Hij, ja. hij heeft hem gewoon anders gestructureerd uh, tegenwoordig. Oh, okay. Ja, 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 zeker. Okay, nou, begin maar. Brand los. Nou, Roderick Hopman, bedankt voor je ja. uh, The Return of the Hopman. Bazige GameKings. Het, het is trouwens, Brief meneer, het is, het is weer een lange. Het is een kantje. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat is, dat is de bedoeling. Hey, we, hebben, we hebben hem graag terug. Zoals jullie afgelopen einde van de week live hadden besproken, zijn de sales van Baldur's Gate 3 ver boven Larian Studios' verwachting uitgestegen. Ik heb drie vragen hierover en ben erg benieuwd naar jullie mening. Vraag 1. Behoorlijk knap dus voor een redelijke niche-genre. Waar denken jullie dat dit succes... Uh, voornamelijk mee te maken zou kunnen hebben? Zou dit bijvoorbeeld kunnen komen door... Larian's re reputatie uh, van Divinity 2? Ja. De goede reputatie van de voorgaande Baldur's Gate-delen? Ja. Het Dungeons Dragons-systeem? Ja. Het is de combinatie van de drie. En op ik op. zou er nog aan toe willen voegen... dat we nu in een pandemie leven. En dat meer en meer mensen, ook traditionele nerds meer ook naar dit soort uh, games schrijven. Weet je wat het grappige is? Toen, uh, ik had... Want je kan niet meer bij elkaar zitten, hè? Om Dungeons Dragons nee, te dat, spelen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik had, ik had, deze zomer had ik uh, een, 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 met een paar mensen had een barbecue. En ineens begon een vriendin van mij... Ooooooh! Al... Ja, die begon dat te doen. Nee, maar die, die begonnen gewoon over met, met een paar van die andere meiden. Echt totaal geen gamer, nerdachtige types. Ja, we gaan, we gaan volgende week gaan we Dungeons and Dragons spelen. Ik dacht, wat? Super vet. Ja. Super vet als dat gebeurt inderdaad. Ja. En, en ik dacht, dacht zo, hè? Dus misschien is, de, is de, de wereld wel meer aan het nerdifyen. En dat, dat, deze, dat de, de, deze, de, deze niche de Maar hallo, net dus met de wereld, de wereld is meer aan het nerdifyen... Marvel films, die staan bovenaan de box office. Marvel films. Kijk, dat kan je vandaag de dag niet meer voorstellen, mm -hmm. maar vroeger was Marvel echt alleen maar voor de fucking diehard nerds dat met, is waar. met hun comics. Ja. En uh, dat is zo ontzettend fucking mainstream geworden dat je denkt dat het altijd al zo is geweest. Nee, dat was echt niet altijd zo. Ja. Marvel was echt super super nerd shit. Iron Man, niemand wist voor 2007 wie Iron Man was, weet je wel? Alleen nerds ja. wisten dat. Nee, ik wist dat ook niet. Ik, ik, was niet, uh, ik was niet een klassieke nerd. Um, maar het is inderdaad de, de combinatie van die drie. En uh, wat je zegt, de, de pandemie, waardoor mensen thuis zitten en, uh, en dit ja, soort a, games. A, a, ja, je je komt gewoon minder buiten. Je komt minder bij elkaar over de vloer. Ja. Je mag uh, bij ons nu maar drie mensen thuis over de vloer hebben, geloof ik. Ja, nou ik kan me voorstellen dat mensen uh, veel minder Dungeons and Dragons ook spelen. En uh, dat dit een toffe alternatief is. En het is gewoon hard. Het is, gewoon... het is gewoon hard. Het is gewoon hard. Het is gewoon hard. pleuris hard. Vraag 2. Het grote nadeel vind ik wel dat Baldur's Gate 3 nu eigenlijk hetzelfde wat generieke 3D-engine heeft. zoals de Divinity-series. Dus niet meer de mooie oude artstyle eh, die het oude Bioware slash Black Isle Studios gebruikte. voor Baldur's Gate 1 en 2. Tussen haakjes, in de tijden dat Bioware nog Bioware was. Naar mijn mening heeft Obsidian laten zien dat ze de recentere Pillars of Eternity-reeksen. dit oude artwork-stijltje eigenlijk nog prima in anno 2020 kunnen hebben. Vermochten kunnen uh, jullie Baldur's Gate 1 en of 2 uh, gespeeld hebben? Wat is jullie mening hierover? Ik heb de oude games niet gespeeld. Ik heb alleen uh, Baldur's Gate Dark Lines gespeeld. Uh, dat, dat, was dat was een soort van, van 2,5 heb... toch? Uh, nou, dat had volgens mij een isomet isometrische view wel. Mm -hmm. Maar um, ja, dat is zo lang geleden. We praten over 20 jaar terug al, weet je wel. Ja. Ik, ik durf het echt niet meer te zeggen. Maar, uh... en de, en de, de Baldur's Gate 1 en 2 heb ik niet gespeeld. Maar de met, met klassieke stijl doelt hij dan niet inderdaad op dat isometrische wat soort van Ja, die eh, oude fallout stijl, ja. Ja, ja. ja. Als dat het is, van mij hoeft het absoluut niet. Ik ja, wil kijk. ik wil een levendige fucking wereld zien. En um, ik wil duidelijk zien met welke objecten ik kan interacten. Want dat is ook nog een dingetje in de game. Dus uh, een moderne 3D-engine past daar wat mij betreft veel bij, beter bij. En wat Compendius ook zegt, uh, Dark Alliance was meer uh, Diablo-achtig. Ja, oh, okay. zo, zo herinner ik me ook die game ja. inderdaad. Ik wist alleen niet meer of het een isometrische view was. Maar uh, de, de, het was wel uh, inderdaad veel meer Diablo-achtig. Mm -hmm. Nou, wat mij betreft is het hoe mooier hoe beter. Ja. Ja, maar... Uh, Even serieus, vindt die Baldur's Gate 3 er niet mooi uitzien dan? Ik vind het best wel mooi uitzien. Ah, hij zegt in, in dat het een iets wat generieke engine heeft. 3D-engine. Ja, ik snap het, het wel. Is het is early access. Hè. Ik ja, denk ja, dat ja, er dat heel dat veel post-processing uh, uiteindelijk en polish nog eroverheen gaat. En ja. ik denk dat je dan bij de final product, dat je iets, uh, dat je een product hebt wat veel beter gelt qua, uh, qua grafische stijl dan nu. Mm. Nu zijn er nog iets te veel losse objecten in één ruimte geplaatst. Daarover later meer in de... Review. R review. Ja, de Early Access Review. Ja, Early Access Review. Um, vraag 3. Als laatste vraag. Vinden jullie dat een RPG in Early Access wel een goed idee is? Zo krijg je namelijk uh, al heel het verhaal mee in de Early Access, waardoor de replay value voor het uiteindelijke product niet meer zo hoog is. Dit terwijl uh, dat met bijvoorbeeld multiplayer games toch een stuk minder van belang is. Had Larry niet beter gewoon wat traditionele kant op moeten gaan met betrekking tot financiering van investeerders? Het lijkt mij. Dat ze met hun voorgaande games een behoorlijk mooie portfolio hebben opgezet. waarmee ze toch wel investeerders makkelijk hadden moeten kunnen overhalen. Ja, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is van games zoals dit: Early Access. Mm -hmm. Want ze hebben echt heel veel feedback nodig. En je ziet ja. ook, er ja, is ja. ook echt nog heel erg veel nodig. Uh, met, uh, met betrekking tot die game. Mm -hmm. Maar als echte liefhebber. Um, ...moet je dit niet gaan spelen. Dan moet je gewoon wachten totdat, uh, totdat de full version uitkomt... ...want inderdaad, dan wordt jouw uh, speelsessie niet bederft met een onaf product. Mm -hmm. Anderzijds, dit is wel ook weer echt voor de die-hard nerds... ...die mm -hmm. nu direct een steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling... Ja. ...van hun favoriete Dungeons Dragons game. Ja, nee, ik, 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 uh, ik, vind, het, ik vind het lastig. Ik, um, ik heb er zelf ook na over na zitten denken van ja... Hadden ze deze game nu moeten brengen omdat de hype zo hoog is en ze willen dat er veel feedback is. Of hadden ze gewoon nog uh, minstens een jaar moeten wachten met een iets meer afproduct. Uh, waardoor je toch wel uh, de, de hype wat meer nageleefd wordt. Met als potentieel nadeel dat de hype dan weer een beetje ingedaald is, omdat het langer duurt voordat hier is. Maar lastig, uh, lastig. Ja. Ik denk dat zij hier ook wel echt hebben mee, uh, mee hebben gezeten hoor. Of ze maar, maar, wel maar, of niet. Uh, maar kijk, er zijn mensen zoals jij en ik. Wij vinden het gewoon tof om erin te duiken en gewoon meer van deze game te ontdekken en, en te leren. En uh, voor Jelle niet. Jelle die gaat nu naar deze uh, review, gaat hier gewoon mee stoppen en die wacht gewoon op de full version, ja, is... of niet. Maar... maar Jelle is ook gewoon een neppe gamer. Okay. Eerlijk, eerlijk. <laughs> hij kijkt nu heel boos naar de regie. Even kijken. Even kijken. Maar goed, tenslotte, ik vind het erg tof dat Koos en Jelle een live playthrough hadden gedaan van deze game. Had echt niet verwacht dat zij... Ik heb geen live playthrough. Nee, het waren Jelle en Skate. Ik ja. had echt niet verwacht dat zij heel veel zin in deze game zouden hebben. Nou, weer genoeg geluld met vriendelijke groet, ja. Rodrik, de Brief, meneer Hopman. Om heel eerlijk te zijn, ik ben uh, afgelopen jaar ben ik wel meer nerd gegaan dan ooit. Ik ook, ja. Ik, ik, ik ben veel meer van echt diepe fucking RPG's shit gaan houden. Ja, same hier. Uh, maar bijvoorbeeld Baldur's Gate 3 uh, is ook door vooral het enthousiasme in de community en jouw ja. enthousiasme is die bij mij op mijn radar uh, voorbijgekomen. En ja. Ik, ik geniet van elk moment, uh, zou ik bijna zeggen. Jelle vraagt, wat zeiden ze in de chat? <laughs> ik zei dat je een neppe gamer bent, Jelle Kunst. Deze, ik heb ja. hier de brieven voor me. Oh, je hebt een rode proef. Ja, ja, ja. Nice. ja, 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 ja. Beste Game Kings. Allereerst mijn complimenten voor jullie dagelijks kwalitatief leuke content. Ik heb op 2 oktober een vraag gesteld in Gamekings Discord. Helaas is deze vraag onbeantwoord gebleven in de brieven maandag. Nou maakt het mij niet uit of deze per e-mail of in het item wordt beantwoord. Dus bij deze zal ik mijn vraag herhalen. Ik heb een vraag in verband met één van jullie rubrieken, namelijk het item van nieuwe releases van de komende maand. Nu viel het mij op dat de afgelopen maanden dit item niet meer is gemaakt. Ik zou me dit kunnen voorstellen omdat er redelijke droogte was wat Games betreft. Echter zijn de volgende maanden, wat mij betreft, echt insane wat releases release betreft. Met de humoristische inval van Jelle na nou, vertreidje van de maand. En de games waar de presentatoren het meest naar uitkijken van de desbetreffende maand. Is het een leuk voorafje om ons te verheugen op de nieuwe releases? Nu vroeg ik me of we dit item terug kunnen verwachten. Of vielen de kijkcijfers tegen. Waardoor het item geschrapt is. Groetjes Alex van Mega. Nee Alex, heel simpel. Uh, we zitten met 2,5 man hier op de redactie. Waarbij we heel GameKings uh, daarop laten draaien. Nu uh, in tijden van uh, COVID uh, is dat al een stuk lastiger, omdat we uh, een beetje langs elkaar heen werken om uh, met uh, zo min mogelijk man uh, op kantoor te zitten. Dat, uh, dat zorgt er dat er wat zand in de motor uh, uh, komt af en toe. En um, dat item zijn we gewoon vergeten. Ik heb letterlijk vorige week nog gehad in de groep... We moeten dit item niet vergeten. Die zijn we vergeten. Ja, ik, ik wou net zeggen. Ik heb hem volgens mij al twee keer niet voorbij zien komen. Dat zou heel goed kunnen. We zijn, we zijn hem echt gewoon letterlijk vergeten. Maar ja. um, misschien kunnen we hem nog doen voor deze maand. Dat, dat moeten we gewoon even met jij bespreken. Die is natuurlijk de hoofdredacteur. Maar voor volgende maand vind, die, vind ik wel dat hij sowieso weer moet komen. Want November, sorry, dat, dat, dat zou je echt dus, belachelijk. Daar zou je zelfs een item van kunnen maken van gewoon. Uh, uh, wat wordt november een insane game maand? Uh, Hebben we ooit moet... eerder gedaan? Dat, dat, dat was bijna het best bekeken item van het jaar. Was dat niet dat uh, dat, was met de, die de, zes de vijf games tegelijk? Op in, in ergens week. in februari was dat volgens mij een ja, ja, week was of zo. Ja. ja, heel leuk was dat. Oké, okay. nou Alex van Megen, dankjewel. De volgende. Ja, week. gewoon vergeten dus, uh, Alex. Maar dat, dat, dat is gewoon een beetje in de waan van de dag en de drukte dat, uh, dat dat soort dingen gebeuren. En uh, ja, we, we proberen nog steeds zoveel mogelijk content natuurlijk online te zetten. De volgende brief is van Gafge. Oftewel. G -g Jezus, wat de fuck? Wat zou dat betekenen? Gga-HFW. Het betekent iets. 100%. Gga-HFW. Nou. Wie, wie kan deze puzzel oplossen? Gga-HFW. Ga gauw anders hier fruit weggooien. Wegen. Wegen, Wegen. Ja. Oh, ja. Ja. Die werkt op de grondafdeling bij de Albert Heijn. Ga gauw anders hier vooruit. Weeg. Ja, dat is hem. Nice. Ait. Uh, die zegt... Lieve Game Kings, ik wil een Xbox Series X... of Sorry, Xbox Series S gaan kopen. Als ik dan mijn huidige Xbox One S aan mijn co-op maatje, co maatje, jezus, co -op -maatje geeft. Zou dat co-op de winkel zijn? Dus zijn collega, zijn of is het zijn co-op buddy waarmee hij nee, alle co-op? staat erna dat het zijn uh, maatje uit de koop is. Nee, Wat natuurlijk dat? niet. Oh, ja, het zou kunnen. Dat <laughs> <laughs> de, de, de vakken is, kan toch? Oké. Okay. Um, kunnen we dan samen State of the Gate 2 gaan spelen via de Game Pass? En hoe werkt dit met toekomstige co-op games met Game Pass? Um, ja, dat is een goede vraag. Wordt het, word het cross-gen? Ja. Yep. Oké, okay, cross-gen, crossplay. Nou, in dat geval kan jij State of the 2 lekker gaan spelen met je co-op maatje, met je -maatje. Zullen we alles co-op moeten we kunnen blijven spelen als als de een een console van deze generatie heeft en de andere een next-gen console? Bij Xbox volgens mij is dat wel de bedoeling. Nou, hangt, hangt van de game af. Ja, sommige, sommige games zijn uh, echt next-gen exclusive. Zoals ja. een Forza Motorsport 8. Die zal niet op de Xbox One uitkomen. En uh, ja, dan kan dat niet. Maar uh, met de game zoals State of Decay 2 kan dat zeker wel. Ja. Um, PS, we spelen nu al sinds een jaar een dag op de PlayStation 2, 3, 4 co-op. Dus wellicht dat we overstappen naar de Xbox. Oeh, een mogelijke overstapper. Spannend. Ik hoor steeds meer mensen die, uh, die wel willen overstappen hoor. Heel ja, vet. Ik, ik, uh, ik zit er ook aan te, te, te twijfelen. Omdat het wat jij eigenlijk een beetje jouw uh, argument was. Ik kan met Game Pass Ultimate op de pc gaan spelen. En vooral ook achter je tv. Ja, dan kan je dat streamen. En dan als je in je downtime kan je gewoon lekker beneden in de woonkamer. Gewoon ja. verder gaan met die fucking shit. Ja. Ik doe dat nu met Final Fantasy 15 voor de mensen thuis. Ik speel Final Fantasy 15 op stream op de pc. En dan in mijn downtime, wanneer ik gewoon lekker wil chillen, uh, dan zit ik in de woonkamer, zet ik die Xbox One S aan. En ja. dan ga ik daar gewoon verder via Supergeel. de cloudsafe. het hmm, zegt, ik mis goede coops. Co Battletoads. Battletoads is een... Uh, nou, niet platform, maar het is, wel, uh, het is wel een goede. Wat zijn er nog meer? Hmm... Want het ding is: steeds meer, co steeds meer wordt co-op, maar steeds minder wordt couch-co-op. Halo was ook altijd een hele vette couch-co-op. Splitscreentje. Ja. Borderlands kan ook splitscreentje. Dat is ook altijd geinig. Borderlands, inderdaad, ja. Dat, dat We dat hebben het laatst co over co-op-games gehad, volgens mij bij de vorige brieven maandag. toen heeft zo... iemand in de, in de comments ook een hele lijst gezet van de games die wij noemden oh, en games die ja, aangevuld werden. Dat kan me nog wel leuk dus, inderdaad. Dus, ja. um, Duft. Check anders even die comments en misschien dat daar wat tussen staat. En Goldeneye, dat is een hele goede. Goldeneye, Goldeneye gaan spelen. Voor mij mijn beste herinneringen zijn Hello Couchcore. Dat dat was het allervetste. Ja, voor mij. Oei. Ja, nou, waarschijnlijk wel dat soort games. Nou ja, groet uit het zuiden van het land. Ga groente... Ga gauw, wat, wat was naam? Nou? Ga gauw anders hier fruitwegen. Oh ja, ga gauw anders hier fruitwegen. <laughs> <laughs> uh, Oké, okay, komt de volgende brief. Ha, godsgruwelijke brute mannen van deze aardkloot. Om meteen met de deur in huis te vallen. Mijn koele Master CK 550 toetsenbord is gisteren naar de haaien gegaan. Ik ging namelijk een glas water halen en toen stoot ik mijn kleine teen tegen mijn bureau aan. Dus maakte ik wat rare capriolen en heb het halve zwanenmeer door de kamer heen gedanst. Waarbij mijn glas water over het toetsenbord heen vloog. En daarom... Dankjewel. Ik wist niet hoe ik dat moest uitspreken. Maar dat zet hij er ook nog bij. Ja. Alles is dus meteen een pluk. Dan laat het drogen. Maar helaas, vanmorgen was hij dus helemaal aan het flippen. Oftewel, rip. rip nu wil ik een nieuw toetsenbord. Maar de keuze is reuze. Graag wil ik iets van tegen de 100 euro, zonder te veel poefs. Pas erop. Water-resistant. Nee. Ik denk dat je in goede gaming toetsenborden niet zo snel een uh, water-resistant toetsenbord gaat tegenkomen. Nee, op joh, gamers euro. drinken niet. Dus, uh, nee. Ik zit wel te twijfelen tussen membraan of mechanische toetsen. Wat raden jullie aan? Cheers, Roy team. Ik raad je in eerste instantie aan om uh, je glas water niet in de buurt van je toetsenbord te houden. In tweede instantie raad ik je aan om niet je teen te stoten. Dat zou ik ook echt niet doen, man. Nee, dat is helemaal niet eens het expres doet. Nee. Vooral je kleine teen. Dat is zo kut, jongen. Ik had dat tegen de bank. Want, want hij zegt niet dat hij per ongeluk met zijn kleine teen stoot. Nee, hij ging een glas water halen en hij stootte zijn kleine teen tegen zijn bureau. Ja, dat moet je niet doen. Dus je moet niet tegen je bureau schoppen. Dat dan dat. was dit allemaal niet gebeurd. Maar oké, okay, weet je, you like to live on the edge. Dus dan doe je dat. Um, ik moet wel even afkloppen. Ja. Ik ken het. Ik niet het teen stoten en glas water omstoten vervolgens. Um, ik ken het, uh, het probleem als je in als je het halve... Weet ik, oh nee, hij heeft het zwaar ermee gedanst. Ik, wou zeggen, ik, heb, ik had een meer op mijn bureau liggen, een borrel of een glas water. Ik denk dat het nu drie keer is gebeurd. Elke keer, godzijdank, af, alles afkloppen, uh, zonder dat het over iets heen ging. Maar ik heb wel altijd een, uh, een, een, zwemmend, een zwemmende toetsenbord, zwemmende muismat gehad. Kijkers van mijn stream weten dat ik. Al. Uh, ik weet uh, <laughs> het ook, bij jou uh, ook eens godsgeluk verkeer, verkeerd is gegaan. <laughs> Kijkers van mijn stream die weten dat ik regelmatig een, een, een glas bier omstoot of, ja, of een glas water. Ik of ben mezelf hard aan het jinxen nu. Daarom, ik klop het heel erg af. Ik hoop alsjeblieft dat het nooit gebeurt, dat het echt overheen valt. Maar maar, tot... Ja? ja, voor de zekerheid ga ik het ook gewoon nu niet meer. Ik ga nu niet meer drinken in de buurt van mijn bureau. Maar tot nu toe heeft het nog altijd overleefd. Het allerergste wat ik ooit een keer moest doen. is alle toetsen eraf halen, het toetsenbord. De binnenkant met een vochtig doekje helemaal schoonmaken. Want alles bleef plakken ook. Weet oh. je wel, alles bleef plakken. Oh. Dus toen toetste je de, toets uh, de spatiebalk in. en dan bleef hij gewoon twee seconden plakken. voordat hij weer omhoog kwam. Mm -hmm. Dat heb ik uh, gefixt. Maar ik had ook een keertje. dan had ik mijn, uh, uh, mijn computer niet op mijn bureau staan dat had ik hem omgestoten en dat water ging zo oh nee oh, door je koeler door je bovenkant oh oh my god <laughs> oh jezus dat gaat helemaal verkeerd. maar hij heeft het overleefd dus niks aan de hand. een andere tip zou kunnen zijn je hebt van die um, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over toetsenmorden gehad maar je hebt van die uh, gewoon van die bidons ja. Die waar je gewoon aan kan zagen of, moet je of doen. En knijpen dat... en dan komt er dan komt er drinken. Zo kan je, je geen gewoon bier drinken. Opste. Gewoon eigenlijk zo'n kinderfles Maar zo kan je geen bier drinken. Zo'n kinderflesje Hij zo ja, heeft gewoon zo'n bier drinken. Oh jeez, ik schrik me rot. 200 bits Ik dacht 200 <laughs> inception 200 bits Dank u vriendelijk. Maar uh, ja, dat is een hele mooie vorm van waterkoeling trouwens, ja. ja, <laughs> ja. bierkoeling was dat. Maar uh... bier, bier. Bier met een rietje drinken is natuurlijk ook not done. Nee, dat, kijk, het, het ding is... Bier, wat ik het meest kan aanraden... en uh, dat zal een bierconnoisseur zoals de Buster bijvoorbeeld nooit goedkeuren... Mm -hmm. drinken maar gewoon uit de blik. Dat, dat is echt de kleinste kans dat je die shit gaat ontstaan. Dat, dat is wel... Ja, dan kun je de, de damage mee beperken. Het is helemaal niet zo'n vraag trouwens. Het is wel vet dat we met allemaal antwoorden komen. <laughs> wat, je ook, wat je ook zou kunnen doen, is dat je een soort van... Net is dat je een bekerhouder hebt in je auto, dat je er gewoon een soort van hele verzwaarde bekerhouder hebt je, op je bureau, desnoods vastgeschroefd, waar je gewoon standaard je glas in kan zetten, dat je hem nooit echt kan omstappen. Nou, je hebt ook van die niet spil uh, uh, bekers, weet je wel? Oh ja, die onkastouden die. Ja, ja. Je hebt van die niet spil bekers, maar daar wil je geen bieren uit drinken. Maar je hebt ook van die onderzetters ja. daarvoor om hem niet te spillen. En uh, ah. dan kan je je glas erin zetten. Ah. Dus ja. Jezus, wat een oplossingen. Ja, man. En een uh, toetsenbord? toetsenbord? Ja, geen idee, man. <laughs> <laughs> nou ja, ja oké. Okay. Nee, zeker. Ik wou zeggen, want hij moet, het, hij moet sowieso een nieuw toetsenbord hebben. Dus uh, ja, gewoon een lekker mechanisch toetsenbordje. Ik uh, zou wel voor een mechanisch toetsenbordje gaan, inderdaad. En uh, ik, ik zag iemand een Logitech G815 uh, opperen. Vind ik ook wel een uh, chill toetsenbordje. Ja. Um, wel, heb... Welke heb ik? Jij weet welke ik heb. Ik weet niet welke ik heb. Ik denk dat jij de G815 hebt. Oké. Okay. Dat denk ik. Is dat, die, dat is die coole toch? Die nice? Ja. Ja, dat is die nice. Ik, ik vind die best wel nice. Ja. En, uh, nice ik dan. heb ook een Razer Ornata ooit gehad. Vond ik ook wel nice. Maar um, ja. ja. Het probleem is... Het is moeilijk om iemand het toetsenbord aan te raden, omdat het super persoonlijk is. Ja. Sommigen houden van meer travel, anderen halen van minder travel. Je moet, ja, eigenlijk heb je niks aan een advies. Uh, check de reviews, zorg dat je wel een kwalitatief goede hebt. Dat is belangrijk. Maar voor de rest is het echt, echt een heel erg persoonlijke voorkeur. Maar heb je het nou over reviews van uh, anti-omval dingetjes? Om... Ja, ja, ja. ja. En flashes, ja, ja. Uh, ja. Nee, toetsenborden hebben geen idee. Maar hij, hij drinkt water, hè? dus dan zou zo'n zo 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 bidon het beste werken. Dus. Ja, ja dat, dat zou ook kunnen, inderdaad. Ja. Gewoon dat doen, uh, Roy. Roy zit ook in de chat, zag ik. Dus, uh, ik hoop dat je er wat aan hebt, Roy. Ja, hoop ik ook. Uh, nou, dan is de volgende. Oh, jezus, ik zie, ik zie al dat hij zegt: Dit is geen vraag, het is een oproep. Uh oh, oh. Um, oh ja, hier, hier eindigt hij. Oké. Okay. Beste GameKings, allereerst bedankt voor alle vette items. Graag dan. En het feit dat de PC de laatste jaren meer aan bod is gekomen. We blijven pushen. Master Race. Dikke ik, ik, ik ben nog steeds heel excited als we ooit hier onze eigen redactie PC gaan bouwen. Ik, Moet uh, we, moeten we een hele vette naam nog voor verzinnen, hè, jongen? Ik, 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 ik ga trouwens binnenkort waarschijnlijk een, een dedicated streaming PC maken. Why? Omdat het niet per se voor mijn eigen streams is, maar voor mijn klusjes. Oh, zo. Ik okay. merk ja. gewoon die gasten waar maar, ik veel dingen voor doe. Kan je niet je eigen PC daar gewoon voor gebruiken uh, nou ja, ik, ik, het idee is dus dat ik wat dingen daarvan ga gebruiken. Wat andere dingen upgrade voor mijn eigen PC. Yeah, Misschien okay. meer AMD-achtig iets. 3080 erin. Nieuwe, nieuwe CPU erin. Die nieuwe AMD ziet er heel goed uit, man. Ik die heb nog een 2070 dus die, van... die kan dan in die uh, streaming pc Die hebben bijna de clockspeed van, uh, van Intel nu Darom. gewoon. En uh, de multithreading uh, van, van Ryzen. Daarom. Het is het best of both worlds. Daarom. Dus, uh, voor mij is het voordeel. Ik, verhuur, ik ben dan meer aantrekkelijk om uh, verhuurd of gehuur, ingehuurd te worden door die gasten. En ik kan natuurlijk huur rekenen voor, voor de PC die ik dan meeneem. Ja, neemt uh, betekent wel dat er echt een, een hele dikke capture card van 400 pik. Nou, meer nog in gehad. Well, hebben ze meer uh, ingangen nodig dan dan een? Ja, ah. ja zeker. Minstens vier. Ja, weer veel. Uh, en uh, VMix-licentie is ook 1000 euro. Dus het is een stevige investering. Per, huh? per? per, per licentie of per PC. Ah, oké. Dus, uh, dus het, is, uh, ja, het is een investering. Maar ik denk dat het zich terug kan gaan betalen. En dan heb ik een streaming PC erbij. Dus ja, dat in, in principe zijn dat ook de kosten niet. Nee, daarom. En ik, ik zal toch een keer moeten investeren. Want uh, een beetje winstdruk is op dit moment denk ik wel verstandig. Uh, maar daar hebben we het natuurlijk niet over. We hebben het natuurlijk over de vraag of oproep van... Even kijken, moet ik, uh, ja, Rutger le Janssen. Lees hem voor. Uh, nee, niet Rutger Janssen. Janus de Bierkabanus uit, uit Soetermeurder. Soetermeurder. <laughs> <laughs> Soetermeurder. <Jezus. laughs> dat is een gangsternaam. Okay. Uh. Uh, en het feit dat de PC de laatste tijd meer aan bod is gekomen, blijft op mijn favoriete slash enige platform. Uh, en dat maakt het voor mij leuker om jullie te volgen. Dus, dan nu mijn vraag. Nee, mijn oproep. Ik ben waarschijnlijk een van de eerste premium bazen en had toen gekozen voor het 1 euro per maand uh, optie. Al snel bleek deze goedbedoelde steun jullie juist geld te kosten. D um, nou, volgens mij leverde het 10 cent op, volgens mij. Zoiets toch? Zoiets was het. Ja. Dus, na vier jaar, ja sorry, heb ik besloten om te upgraden naar 2,50 per maand. Het is niet veel, maar toch alle beetjes helpen. En daarom... Ah, Oké, okay, dit is een hele fijne oproep. Is dit. En daarom wil ik een oproep doen aan alle 1 euro per maand GameKings Premium bazen. Kan je het geld missen? Of wist je niet dat GameKings het geld kostte? Upgrade dan even via je account. Het is zo gedaan. Nogmaals bedankt voor alle vette content. Groetjes, Boris van de uh, Janus de Bierkabanus uit Zoete Ik wou net zeggen, het voelt als een brief van Boris van de <laughs> ja, ik wou net zeggen Boris. <laughs> Boris is Janus de Bierkabanus uit zoete Murder. Nee, ja. Oh, trouwens, hij ja. heeft nog twee PS'jes erbij staan, hè? Oh shit, twee PS'jes. PS2 en een PS1. Voor jullie is het denk ik niet handig om dit zo te vragen bij de community. Dus ik dacht, ik doe het maar. Volgens ja. mij hebben we dat een keer gevraagd. Volgens mij zijn we een keertje heel eerlijk geweest van... Jongens, we waarderen jullie steun echt enorm. En we verplichten jullie niet om te upgraden. Mm -hmm. Maar echt bij 1 euro per maand... Verdienen we er echt niks aan. Ja. Want alles gaat al gelijk naar, uh, naar, naar de transactiekosten. Ja, de, die gasten achteraan deal die loopt helemaal binnen dan. Uh, PS2. Ik moest zelf nog wel op uh, Reactivate klikken nadat ik had geüpgraded. Misschien handig om dat te zeggen voor het geval dat dit vaker voorkomt. Ja. Dus klik op Reactivate nadat je hebt ge-upgrade. dan pakt die hem zeker weten. Yes. Nou. Janus de Bierkabanis uit Zoete Ik vind Zoete klinkt hard, man. Ja, dat klinkt heel vet. Ja. Maar sowieso Janus de, de Bierkabanis, wat was dat, het nou? Dat ook. Janus de Ja, nou, Dat bedoel ik. Super vet. Daar kan je niks van zeggen. Janus de Bierkabanis uit Zoete Kan je dan niet het minimumbedrag aanpassen, wordt gevraagd door Celboorn? Uh, het antwoord is ja, dat is niet. Maar we, nu wij willen niemand weg, verplichten. De, uh, dat is het ding. We hebben gezegd: je, je kan voor 1 euro per maand kan je, kan je ons. Maar is dat nog gegeven? steeds zo? Ja, nee. nee dan, niet meer, als, je, als je opnieuw ja. afsluit, kan het niet meer. Maar iedereen die nu nog 1 euro per maand betaalt, gaan ja. we niet verplichten om te upgraden. Nee. Uh, dat, ding. Dat, dat, dat moet een eigen keuze zijn. Nee. Nee, dus, uh, Zeker. Cool. Volgende brief, jongens. Hoi Game Kings. Naar aanleiding van een gesprekje op Twitter met Koos, stuur ik deze vragen in: Heb je weer fitting gehad? Ja. Nou, alweer. alweer. Nou, daar komt hij, Ik zal daarvoor eerst een stukje context geven. Ik heb een 42-inch 4K TV die een frame rate van maximaal 60 Hz ondersteunt. Hij stuurt de brief nu al anders in dan dat hij naar mij heeft gedaan. <laughs> <laughs> is dat positief of negatief? Nou, ik zei: stuur hem zo in. Dat zijn mag gedomme vragen. Dat is best wel een goede vraag, zei ik. Ja. Maar nu gaat hij maar veranderen, waardoor okay. het antwoord al wordt gegeven in de vraag. Oké, okay. dat is dus... leuk, maar uh, ga verder. Een kort en bondig onderzoek van de eigen hand leerde mij dat de 4K-resolutie op, de, op uh, dit formaat TV pas merkbaar gaat zijn. als ik op circa anderhalve meter van mijn TV ga zitten. Maar ook voor een 55-inch TV zal je vanaf circa 2,2 uh, meter geen verschil meer kunnen waarnemen. tussen Full HD en 4K. Ik heb om deze reden de Series S aangeschaft. De Game Pass-filosofie gecombineerd met de scherpe prijs zijn voor mij de perfecte deal. Ik heb geen zin om drie maanden enkel brood met en pindakaas te moeten eten. omdat ik een nieuwe TV moet kopen, en ik heb ook geen zin om als een half tamme op 63 centimeter van mijn tv te gaan zitten. Nu de vraag: denken jullie dat mensen rekening houden met de mogelijke beperkingen van hun eigen hardware bij de aankoop van hun nieuwe console? Dat weet ik wel zeker. Want we krijgen namelijk vaker vragen over uh, het upgraden van een tv uh, om uh, next gen ready te zijn. Dus uh, er zijn genoeg mensen die erover nadenken. Er zijn niet, niet iedereen is al voorbereid. Dus uh, dat gaat zeker nog gebeuren. Ik denk, ik denk ook wel dat deze aankomende Black Friday heel veel tv-verkopen gaat. Uh. Ja, dat, dat sowieso. We merken echt dat. dat, dat we hebben nu, denk ik. Al acht brieven maandag, uh, Brief Maandag achter elkaar, hebben we vragen over tv's. Ja. weet je, ja, 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 <laughs> het, het leeft. Of monitoren, <laughs> mag niet. Uit, Jij maar. wil een nieuwe tv kopen? Ik heb een nieuwe tv. Mijn tv heb ik vorig jaar gekocht. Met oog op de next gen ook. Dus um, die, heel veel mensen zitten nu aan te denken om te upgraden. Wat, wat betreft een tv. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat is absoluut zo. Uh, die vragen hebben we beantwoord. In hoeverre is jullie tv klaar voor 4K, 120 fps gamen. Uh, uitgaande van je kijkafstand. Um, de kijkafstand, wat ik al zei um, Ik zit 3,5 meter van mijn tv af Het verschil tussen 1440p en 4K Dat kan, nee. ik, kan ik niet zien nee. Maar, weet je Als je een 4K kan gamen <laughs> ik, ja, ik, zou, ik zou er niet een Series S voor kopen Zeg maar Snap je wat ik bedoel? Kijk, hij koopt een Series S ja, omdat, omdat hij het niet... verschil toch niet kan zien ja. Maar dat is toch zijn goed recht dan dat Zeker, maar ik zou dat niet doen Jij wilt nog gewoon even... alsnog de Full Monty. Ja, ja, okay. ja, ik zou er nog wel steeds voor, uh, voor, voor de Series X gaan, wat dat betreft. En uh, mijn tv is daarvoor geschikt. Uh, HDMI 2.1 heeft hier gewoon... Uh, de kijkafstand is dus wel uh, 3,5-4 meter. Maar, ja. Uh, ja. ja nou, voor, ik, uh, voor mij, ik vind nog steeds... Ook al heb ik een 3080, haha, humble brag... Um, is 1440p uh, toch best wel een sweet spot. Kijk, en de vraag van Robert... Dat was eigenlijk de vraag die deze brief, meneer, stelt. Namelijk, de vraag van Robert: Hoezo hebben jullie het altijd over dat de TV 60 hertz en 120 Hz zijn? Want als ik kijk bij specs, is het altijd 50 of 100 hertz. En dat was de vraag van deze brief. Aha. Maar hij heeft het helemaal anders ingepakt. Wat ik jammer vind: Want ik vond dat een hele sterke vraag, omdat daar heel veel onduidelijkheid voor is. Um, er zijn heel veel LCD-ledschermen. die al meer dan 10 jaar verkocht worden. Ik denk al 15 jaar zoiets. Misschien al bijna 20, dat weet ik niet eens. Uh, die als 100 hertz TV worden verkocht. Ja. Maar dat zijn geen. Uh, TV's die uh, games kunnen afspelen op 100 frames per seconde. Ja. Dat is 100 hertz met frame interpolatie. Dat wil zeggen dat hij gewoon uh, tussen de frames in, zelf extra frames maakt. Verzint hij ze erbij? Verzint die ze erbij, waardoor het beeld wat vloeiender oogt, maar vooral bij snel bewegende beelden gewoon wat scherper blijft. Dat werd altijd verkocht als 100 hertz en later naar 200 hertz, 400 hertz, 600 hertz. Dat ging op een gegeven moment naar 1000 hertz. Sloeg nergens op. Nergens op Nogmaals, nou. het heeft niks daarmee te maken. Bij uh, het aantal hertz waar wij het over hebben, 50 hertz, 60 hertz of 120 hertz. Dat zijn echt signalen die de tv kan ontvangen. Uh -huh. Maar nog belangrijker, ook één op één kan uitsturen. Dus um, die tv van hem, die 42 inch 100 hertz 4K tv, uh, die hij zes jaar geleden heeft gekocht, zei hij. Uh, hij denkt, oh, 100 hertz, dan koop ik een series S, want dan kan die gewoon die 120 hertz, uh, kan dit, uh -huh. Nee. Hij zal maximaal 60 frames per seconde kunnen, ja. kunnen weggeven. Want dat is de maximale output ervan. En dat is zo fucking verwarrend voor ja. mensen. Want ja, ja, ja. mensen, ja, hoezo? Ik heb een 100Hz TV. Dat heb ik vijf jaar geleden al gekocht. Nee, het is niet hetzelfde. Wauw. Ik leer ook weer dingen, jongens. Ja, maar, de, maar dat is cool. Hoe ga je dat uitleggen aan een leek? Ja, de, de, nu. <laughs> nee, maar maar nogmaals, ook al hoe ik het uitleg is het super verwarrend. Ja. Want de een is een 100 hertz tv... en de andere is een 100 hertz tv. Maar de een kan wel 100 hertz weer geven... en de andere niet. Hoe, uh, hoe kan je dat herkennen? Is dat nu nog een ding tegenwoordig? Um, je moet echt naar de, de, de specificaties gaan graven... En dan moet je, gaan, uh, moet je gaan uitzoeken wat de supported signals zijn. Okay. En uh, dan kan je dus zien of die ook echt onder de. Noteren, 100... He, mensen, noteren. Ja, ja gewoon als je, als je echt een nieuwe tv koopt, uh, dan, uh, dan zal het uh, geen probleem zijn die, uh, als je al in de mid-range zit. Maar ja, dat, dat is wel het ding, en dat is super verwarrend. En, ja. en dat was zijn originele vraag. En daarom zei ik ook: nee, studie alsjeblieft wel in voor je brieven maandag, want ik denk dat heel veel mensen daarmee zitten te kutten. Ja, want uh, jij zegt dus, hij, uh, hij beantwoordt het eigenlijk zelf al in die eerste zin. Ja, hij... want dat, dat is het eerste wat ik tegen hem zei. Ja, jouw TV, Aha. ondanks dat die 100 hertz is, ondersteunt maar een maximale uh, frame rate van 60. Ja en hij kan het interpoleren, maar dat moet je niet doen, want daar als jij frame interpolatie aanzet bij gaming, dan krijg je een gigantische input lag. Ja. Want hij moet eerst dat beeld berekenen voordat, voordat dit kan weergeven. Dus dat moet je nooit met gaming doen. Je kan het met sport doen, je kan het met films doen. Als je het überhaupt al wil, want dat ziet er super lelijk uit. Ja je, krijgt, ja, je krijgt vaak altijd een beetje een extra waas op je beeld heen. Dat is wel Ja, dit meen. is dat soap opera effect. Dat ja. noemen ze dat ook wel. Weet je wel? de bold and the beautiful. Dat ja, is ook in, het gaat, in veel, het gaat net even te... Ja, het is camcorder het, het niet, niet. Ja, precies. Het is niet cinematisch meer. Precies, inderdaad. En uh, dat werkt dus niet bij die 100 face. Dus bedankt dat je die vragen nog hebt ingestuurd. Want we hebben hem nu heel even kunnen behandelen. Maar uh, ja, en Q zegt ook de hele chat is in de war. Ja, maar dat bedoel je... Ja. En dat heeft niet per se iets te maken met HDMI 2.1, want HDMI 2.0 ondersteunt ook gewoon 1440p, 120 hertz. Ja. Dus dat, daarvoor heb je niet HDMI 2.1 nodig. HDMI 2.1 is om met Full Chroma 4K, 120 hertz een signaal erdoorheen te pushen. Daarvoor is die bandbreedte groot genoeg. Maar dit gaat veel te technical alweer gelijk. Ja. Dus ja. Oké. Okay. Uh, volgens mij was die nog niet heel klaar. Nee, zou Xbox er goed aan doen om actief de marketing in te zetten. Om mensen hiervan bewust te maken. Met daarbij de boodschap dat zij de juiste console voor je hebben? Of schiet ze dan hun eigen series X in de voet? Nee, ik denk dat Xbox echt zijn mond moet uh, houden erover. Want als zij dit gaan proberen uit te leggen, denk ik. Zorg voor verwarring dat en dat, dat gaat alleen maar uh, precies. Ja. Dat ze voor nog meer verwarring gaan zorgen, zeker. En um, ja, nogmaals, ik heb het nu proberen uit te leggen en ik denk dat nog steeds drie kwart van de mensen geen idee hebben waar ik het over heb. Nou, Ik weet het niet, hoe zit dat met die LG uh, tv's? Die, die ondersteunen dat gewoon, maar okay. dat is een redelijk nieuwe tv. Gewoon ja. de, 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 de tv's van de afgelopen drie jaar die zullen dat al wel ondersteunen. Maar is, jou, is jouw tv al vijf jaar of zes jaar oud en je hebt 100 heads, trust me, die ondersteunt dat niet. Nou. Oftewel, als je er nu een koopt, dan kan je meestal wel uitgaan van, het, van de hertzies die er staan. Groeten Rutger Jans, Ja, dit is zo verwarrend. Omdat dat al die fabrikanten, die sjoemelen ermee. Ook al zat er bijvoorbeeld maar een 120 hertz uh, uh, processor in. Was dat helemaal, uh, gingen ze dat alsnog vermarkten als 800 hertz. Ja, Door de bepaalde softwarematige trucjes die ze deden. Echt kut. Nou, dan is de volgende brief van Patrick Verrijp. Hallo Gamekings, ik heb één kort vraagje voor jullie. En ik kan het ook even uitleggen inderdaad over, uh, over CRT-tv's. CRT-tv's, dat is weer anders met het aantal hertz. Als jouw CRT-tv 50 hertz is of 100 hertz... dat heeft te maken met hoe vaak het beeld knippert. En uh, als jij een 100 hertz CRT hebt, is dat gewoon rustig voor je ogen... want die knippert veel vaker mm -hmm. en dan, dan valt het niet zo op. En hoe je dat het beste kunt zien, is door net boven je tv te kijken... dus niet te echt naar het scherm te kijken, maar net erboven. en dan zie je het knipperen. Maar dat ligt eraan uh, wie er nu nog een CRT heeft. Volgens, het, het wordt nog wel gebruikt met, uh, met uh, veel uh, dingen waar ik nu uh, mee werk en zo. Oké, okay, vet. Ja, CRT's zijn ook heel erg goed. Ja. De korte vraag die dus van Patrick Verrijp komt is als volgt: afgelopen week ben ik begonnen met het spelen van Sekiro: Shadows Die Twice. Oh, wacht, Sekiro. Sekiro, Sekiro. Maar ik kom gewoon niet doorheen. Ik denk dat deze game toch net iets te moeilijk is voor mij. Ik wilde graag een Souls game proberen, omdat ik uh, straks graag op de PlayStation 5 Demon's Souls wil spelen. Denken jullie dat deze game wat makkelijker gaat zijn, omdat het nu door een andere ontwikkelaar wordt gemaakt? Hoe denken jullie hierover? Hij nee, gaat niet makkelijker zijn. Uh, hij gaat niet makkelijker zijn. Ik ben wel bang of huiverig. Uh, en uh, volgens mij had Skate daar ook al over. Of uh, Bluepoint. ...met de remake uh, de bewegingen net zo strak voor elkaar kan krijgen als de normale Souls-ontwikkelaar, om dat zo te noemen. Dus um, waardoor het onbedoeld misschien ineens toch moeilijker kan worden. Omdat je uh, ineens, uh, in plaats van dat elke keer dat je doodgaat het echt je eigen schuld is... ...dat het ineens niet meer per se je eigen schuld hoeft te zijn omdat er net even iets niet helemaal strak in elkaar zit. Dus ja... En Demon's Souls, ja, Demon's Souls is pittiger. Dat is wat ik ook heb begrepen. Dus uh, Demon's Souls is niet uh, per se uh, een makkelijk opstapje vanaf uh, vanaf Sekiro. Veel ik heb... zin in als ik de enige P5 hier heb op de redactie. Van <laughs> Demon's Souls. <laughs> Ach ja, nieuwe controller, die L1, die zal vast wel werken. Ik hoop het. Ja. Want, uh, je gaat de er... hè? Ja, nee, <laughs> maar je gaat er. Uh, want loop je al een beetje richting de miljoen views op je Twitch-kanaal? Want dat is jouw, zomaar. Dat weet ik niet. Ik heb nu wel één video die eigenlijk 10.000 views al heeft. Zo. Ja. Zo. Ja. Maar bij een miljoen views ga je ga je het, toch? Dat Sekiro. is Twitch. Sekiro op Twitch toch? Of ga je zeker nee, miljoen views op Twitch. En daar zit het ja, nu ja. op uh, je zei YouTube. Oh, ik bedoel Twitch, sorry. Um, ja, bij een miljoen views en ik denk dat dat over maanden is ongeveer. Oh, over een maand gaat. je zeker Play op PlayStation over 5 spelen. Uh, dus dat is wel oh. vet. Oké. Okay. Maar ga je een volledig playthrough? Oh, we zitten je... op, op 937.000 views. Jezus, man. Ja. Zie, verwende kut. Ja. Met je views. Super vet. Maar um, ga je voor een volledig playthrough? Of ga jij voor een enkele speelsessie? Een marathonstream gaat dat wel worden. Oké. Okay. Dus... Maar, maar, maar nee. uitspelen, dat denk ik niet. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik ga dan zeker kijken. Oh. Maar uh, nee, wat mensen al zeggen, Demon's Souls is ongetwijfeld moeilijker. Uh, en... En ik, en dan spreek ik denk ik dus ook namens Skate, denk dus of ben een beetje huiverig voor het feit dat dit door een andere studio wordt gemaakt, het is een remake, het is geen remaster. Dus ze gebruiken veel nieuwe assets. En ik gok dat het ook voor animaties geldt. Al zegt Boris dat het gewoon een kwestie is van klop, klop, klop klop, 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 klop lopen. Uh, dat is niet echt veranderd, maar ik ik, ik uh, hou me hard. Ik hart denk vast. dat ze gewoon ik... heel trouw willen blijven aan. Uh, ja, de... natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Dus ze zullen er alles aan doen om om zo één op één mogelijk, vooral met die animaties te zijn. Want dat is ja, waar Dark Souls of, of Souls Games bekend om staan is dat ze zo strak in elkaar zitten dat het echt gewoon alleen aan jou kan liggen als je dood gaat. Ja. Tenminste, misschien uh, spreek nu niet de waarheid, maar dat is niet mijn fout. Ik zag uh, trouwens nog een goede vraag van, um, gaat Sekiro op 60 fps draaien op PlayStation 5? Ja. Yep. Want uh, ze hebben performance mode en die is volgens mij een ghost mode. En uh, die draait op PlayStation Pro ongeveer op 45 frames per seconde, geloof ik. Dus dan zal die op PlayStation 5 al strak gewoon 60 kunnen, kunnen draaien. Mm -hmm. Skate heeft inmiddels ook een PlayStation 5 op dag heen. Nou, kijk eens aan. Oh. Hoe heeft hij dat gefixt dan? Want hij is er nergens meer te koop, dan moet hij het wel van de community member hebben gekregen. Dat kan niet anders. Je zou, je zou maar voor een, voor, een, uh, voor een lulletje gewoon even je PlayStation pre-order uh, opgeven. Voor een... <laughs> zo voor een lulletje. Nee, maar gewoon voor een ander persoon, laat ik het zo zeggen. Het klinkt, dit klinkt heel ja. kut, zo bedoel ik het. Ja, ik wou het zeggen, ik denk, what the fuck nee. is dit? Je? <laughs> maar uh, ja, het is hartstikke lief, toch? Ja, ik vind het hartstikke lief, maar. Nee, 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 nee. nee. Die, die heeft gewoon zoiets van... Uh, weet je, ik, ik heb zoveel plezier aan al die streams die uh, Skate uh, drie, vier keer in de week doe. Um, ik kan nog wel even iets langer wachten op waar. mijn PlayStation 5. Dat is waar. En ik kan Skate uh, alsnog op die PlayStation 5 spelen en gewoon uh, uh, dingen. Ah, via via. via, via. En hij heeft hem gekocht op playstation.com slash money. Oké. Okay. Uh, nou, dan is de volgende weer voor jou. Goed. Beste Gamekings, even een korte op. vraag vanuit mij. Ik maak gebruik van de Astro A40 gaming headset op de PlayStation 4. Ik ben heel tevreden met deze headset en wil deze graag meenemen naar een nieuwe generatie console. Ik zag in de teardown video van de PlayStation 5 geen Dolby Surround aansluiting. Wat is een Dolby Surround aansluiting? Hebben, hebben die een uh, specifieke aansluiting? Nee. Nee? Nee? Dolby Surround, uh, de meer. kabel. Maar meer gewoon, gewoon audio HDMI. in en uit. Uh, ja, maar hij heeft toch HDMI? Audio links rechts. Ja, nee, daarom. Dus het, uh, het is... Ik denk dat hij ook wel een. Desij hij uh, geluid direct uit je PlayStation versterkt wil hebben. Nou, het geluid van, uh, van de koeler. En um, ja, misschien dat hij optisch bedoelt, inderdaad. ja. ja. Uh, dat, dat zou kunnen. Ik zou het raar vinden als het niet op zit. Maar uh, anderzijds, het is wel een beetje een ouderwetse uh, verbinding nu uh, inmiddels. Dus uh, die ook niet de HD-signalen kan, uh, kan dragen. Uh, Oké. Okay. Dan was het een verkeerd oordeel, Lyper Gamer is dus iemand die in de gamer zegt het met de knipoog. Hè, dan. Ja. Hij, het, het kwam niet uit een, uit een kwaad hart of zoiets. Niet omdat ik zelf de periode niet heb staan of zo. Nee. Um, is er een mogelijkheid met bijvoorbeeld een verloopstukje dat dit alsnog kan uh, gebruiken? Of verlies ik dan kwaliteit in het geluid? Nou, sterker nog, het zou zelfs via USB kunnen, toch? Ik ben alleen niet bekend met de Astro A40. Dus um, <laughs> ja, daar, daar kan, ik je al, kan ik je niet al te veel over vertellen. Uh, vaak hebben die uh, PlayStation 4 headsets uh, een USB. En een optische kabel. Zodat je heel makkelijk de chat via kan scheiden van de game audio. En dat is de reden waarom die twee aansluitingen erop zitten. Maar dat moet in principe ook gewoon lukken via je USB-aansluiting. Dan mocht dat anders niet kunnen. Oké. Oh, hier staat... Nee, Daan haatskate gewoon. Hij gooit hem zelfs in een kooi vol vechtlustige apen. Nou, kijk eens aan. Dat is waar, maar hey... Pixel, ik heb hem de gratis bijgegooid. En daar waar de rest moet betalen. Dus uh, in dat opzicht ben ik. Uh, ja, geef ik ook gewoon gratis dingen weg, schijnbaar. Maar Liber Gamer neemt het allemaal niet zo serieus. Nee, nee hij, hij neemt het niet serieus. Ma daar maakt het geintje. Hij neemt het ook niet serieus. Hij zegt juist. Het is juist tof dat iemand skate wil helpen. Dat is toch ook? Dat vindt hij toch ook? Rustig! Uh, Rustig. Rustig hey, nee, de, de, de Kontje moentje, dankjewel. De volgende is van Frank Kuipers. Beste Gamekings. Ik speel FIFA altijd erg casual. Altijd lekker de career mode op en net iets te makkelijke moeilijkheidsgraad. Of in dat geval misschien dus wel een makkelijkheidsgraad. Um, de andere modi boeien mij helemaal niks, aangezien ik er op competitief niveau niks van bak. Ik speel nog zelf uh, altijd met veel plezier FIFA 18 en heb nooit een reden gezien om te switchen naar een nieuwere editie. Nu hoorde ik dat de career mode van FIFA 21 eindelijk eens goed onder is genomen. Ik twijfel, nog, uh, ik twijfel er nog aan of dit. Puur voor de career mode, 60 euro waard is, of dat het moet wachten op een prijsvermindering. Wat vinden jullie? Is er een kans dat FIFA nog op de Game Pass of EA Access verschijnt op de Xbox? Nou, sterker nog, je kan het zelf proberen. Um, wanneer jij EA Play neemt, dat is 4 euro in de maand, kan je 10 uur lang, als trial, kan je FIFA 21 spelen. 10 uur okay. lang vind ik lang. En um, ik zou je dat aanraden. De career mode is inderdaad onder, onder handen genomen. Um, Zitten een aantal leuke nieuwe features in. Uh, qua totaalpakket, zeker als je van FIFA 18 afkomt... is FIFA 21 een hele vette game. Die mm -hmm. gewoon goed in elkaar steekt. Heel veel modi biedt. En um, ja, het allerbelangrijkste, gewoon lekker speelt. <laughs> dat is ook nog wel belangrijk. En... Um, Ga die testen op IA Play. Uh, betaal daar uh, gewoon 4 euro voor. En als je wat tof vindt, kan je hem alsnog kopen. Met korting ook nog eens. Dus uh, ja, dan zou dat mijn advies aan jou zijn. Kijk, uh, en omdat jij FIFA 20 niet hebt gespeeld. Want uh, hij verschilt niet zoveel van FIFA 20. Um, is het voor jou juist wel heel erg interessant? Voor mensen die nu FIFA 20 spelen. Zou ik zeggen, ja, dan moet je wel echt een fan zijn hoor. Mm -hmm. Ja, ik, 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 ik blijf gewoon zitten met, met de Ultimate Team. Dat is gewoon echt de fucking. Het, het kankergezwel, om het even op die manier te noemen. Uh, voor FIFA. Wat betreft voor de andere game, mode. ik denk op twee. Ja, dat sowieso. Want Kijk, het is gewoon echt sinds die shit erin zit. Het is ongelooflijk. Maar het, het oké, okay, uh, het brengt de meeste geld in het laadje. Maar het is gewoon elke andere fucking game-mode krijgt zo'n klein beetje aandacht. Ja, maar het is heel duidelijk. Er mag geen één game-mode beter zijn dan Ultimate Team. Ja. Want anders gaat men Ultimate Team niet spelen. En Ultimate Team is de cash cow. Dus de career mode, hoeveel vet die ideeën ze ook hebben, ze mogen niet alles erin stoppen, want de career mode mag niet populairder worden dan uh, Ultimate Team. Mm -hmm. En ja, dat is kut voor de game modes. Maar daarom vind ik ook, ze moeten die shit echt lostrekken, man. Ja. Beat... Ultimate team, want los van dat het, jij noemt het de kanker zo. Ik vind het de vetste game mode. Ik ben heel erg tegen de pay to win shit trouwens, want qua game mode steekt die echt heel erg goed in elkaar. Ik pay to win shit, echt super kut. Biedt die in ieder geval free to play aan. FIFA Ultimate team is in alle opzetten qua business model een free to play game. Tuurlijk, BT die frame in vak ja, B.T. die ook free to play aan. En bied dan daarnaast mensen die uh, wel gewoon carrière mode houden, bied die wel gewoon aan als 60 euro purchase. Want dan he, bied je ook gelijk urgentie voor de ontwikkelaar om uh, wel een hele vette carrière modus neer te, uh, neer te zetten. Omdat mensen dan bereid zijn daar 60 piek voor neer te leggen. Ja, dat niet alleen, maar ook fucking de, 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 de shit die ik leuk vind. Uh, pro clubs. Met mijn maat, tenminste nu dan niet, want ik heb er al twee jaar geen FIFA meer gekocht. Dit soort opmerkingen krijg je altijd. Je kan het tegenwoordig prima spelen zonder geld uit te geven. Maakt niet uit, het zit erin en het is pay to win. Je kan er honderd excuses voor bedenken. Ik begrijp ook niet waarom mensen de hele tijd excuses maken voor EA. Het is een pay to win systeem. Pay to win is niet eerlijk, is anticompetitief in een sportgame... Dat draait juist om competitief uh, om een competitieve spelgedeelte moet je geen pay-to-win bullshit hebben dus uh -huh. je kan een miljoen fucking excuses bedenken en je hoeft geen geld uit te geven en niemand verplicht je aan bla 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 het is pay-to-win het is pay-to-win en dat verneukt de sportiviteit van FIFA Ultimate team dus alsjeblieft alsjeblieft mensen Maak geen excuses voor FIFA en al helemaal niet wanneer je er 60 piek voor moet betalen. Wat mm -hmm. in feite gewoon een free-to-play fucking business model is. Ja. Nou ja, het, en dan nog niet eens te spreken over het feit dat dus elk toernooi tegenwoordig met een ultimate team wordt gedaan. Uh, al die kijkertjes die worden lekker aangespoord om ook zo'n goed team te krijgen. Uh, dus überhaupt al het idee dat ze met een fucking uh, RNG-based card game... Uh, uh, een toernooi gaan doen. Schalke heeft er zich al over uitgesproken. Ja, ja maar ze, 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 moeten weer, ze moeten gewoon weer terug naar... hub. iedereen 85, klaar. Je speelt met Schalke als je voor Schalke uitkomt. En uh, je speelt voor Ajax als je met Ajax uitkomt. Klaar. Ja, nou maar haal gewoon, uh, haal gewoon uh, het kopen van kaartjes. Haal dat gewoon eruit. Ja. Alleen nog maar kaartjes verdienen... via het spelen. Ja. Dan heb je de vetste mode die er is. Mm -hmm. Dan steekt het zo fucking goed in elkaar... En nu is het gewoon pay to win. Ook als jij geen zin hebt om er veel tijd in te stoppen. Ook als jij er geen tijd... Kijk, ik hoor ook van heel veel mensen... Ja, maar ik heb helemaal geen tijd om, om zoveel uh, uh, tijd in die game te stoppen. Ja, that's life. Dan ben je gewoon wat minder goed in die game. Ja, nou ja, je Dat... kan nog steeds goed zijn. Uh, ja, als je maar, nee, maar als je echt geen doen. tijd voor hebt... Dan, dan, dan moet je toch niet een shortcut willen kopen? Ja. Ik, ik snap daar helemaal niks van. Nee, maar goed. Dat is... <laughs> En ze gaan het nooit doen hoor, dus, dus dit, dit zal altijd gewoon blijven. Tenzij een overheid gewoon ingrijpt. Nou nee, maar kijk, een, een, een rep, Robert, of Robert, een van twee, die zegt het ook. Weet je. Er is gewoon geen reet aan om spelers als Mbappé en Ronaldo in Ajax uh, team te hebben. Sterker nog, je ziet ze in elk team. Bijna elk team heeft dezelfde opstelling. De ene heeft een, uh, de classic gullet. en de andere maar is heeft... Toch, een, is toch God. niet leuk? Nee, ik vind er geen fuck aan. Ik wil dat als iemand voor Ajax uitkomt, dat je gewoon met, met werkveld Taric en, uh, en al die andere guys uh, aan het spelen bent. En hetzelfde geldt voor PES hoor. Um, PES heeft MyClub, Club, wat mijn aller fucking vetste game mode ook is, wat ik ook zei over FIFA Ultimate Team. Ik vind ja. FIFA Ultimate Team fucking doop. Alleen ze moeten echt kappen met die pedo win shit, man. Het is zo verneukeratief. En inderdaad, uh, die, die fucking kids worden gebrainwashed. Niet alleen kids, want ook mensen hier in de chat zitten, <laughs> zitten, zitten dat te verdedigen. Dus het zijn niet alleen kids die gevoelig zijn voor dat soort manipulatie. Nee, ook gewoon volwassen gamers, die vallen ervoor. Uh, dat moet echt snel gaan kappen. Mm -hmm. Ik zag trouwens Beast zeggen, wat is er eigenlijk leuk aan de carrière-modus? Ik... Ik vind carrière de modus nog steeds fucking leuk. En hij is best ja. wel wat uitgebreid. Er zitten vette management dingen in, ja, je kan die ook spelers trainen naar zo. posities. Nou, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik super vet. En, en oké, okay, dat het dan tegen de, tegen de, tegen de, tegen de computer is, uh, dat, dat vind ik niet erg. Het biedt je gewoon net even iets meer de mogelijkheid om, om rustig achterover te leunen en die game te spelen. In plaats van dat je tegen een schreeuwende twaalfjarige tering uh, tiener zit. Maar met mensen die dat pay de win zitten te verdedigen alsjeblieft, hou op. Hou op, da 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 daar begrijp ik niks van. Je moet toch zullen weten of ik geld wil uitgeven? Ja, maar het verneukt het wel voor alles en iedereen die dat niet wil. En niet kan, nog belangrijker. Joey zegt: Ik ben niet eens met daan, net als in Kot uh, willen pro's hun eigen loadout hebben. Dus ik snap wel dat ze in FIFA spelers hun eigen. Favorietie... Maar Je kan toch niet een betere loadout maar je, kopen? Je kan niet andere wapens kopen die de rest niet heeft. Nee, ik wil zeggen, je kan niet betere wapens kopen in Kot. Nee. Nee, nee, nee. Dat hebben ze nee. gedaan bij Black Ops 4. Ja. Daar, daar viel de hele fucking wereld gelijk over. Ja. Het is gewoon... Iedereen heeft dat tot zijn beschikking. En kan die loadout ook bouwen. En het is niet dat iedereen kan zeggen... Oh, ik wil nu Ronaldo in mijn team. De enige fucking microtransactions die ik goedkeur... Dat, dat, dat zijn fucking uh, uh, cosmetische shit. Ja. En nee, daar, maar... kan je, daar kan je het nog over hebben. Maar dat vind ik nog enigszins fair. Dat, dat past uh, in een competitieve sfeer. In een multiplayer game. Maar pay to win shit... Hoe haal je het in je hoofd en hoe blijven de mensen er nog steeds vervallen? Daar mm -hmm. snap ik niks van. Daar snap ik echt niks van. Ik verdedig ook niet pay win. Ik verdedig het concept van een eigen custom team. Ja, maar um, dat zou betekenen dat. Maar dat wat is een smart gebeurt... dat, dat heeft niks ja, okay. met B de Win of competitief, uh, 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 oneerlijkheid te maken. Dus. Maar je zou denken: eSports draait om skills. En als bij Ajax alle spelers even goed zijn als bij Schalke. Dan heb je een eerlijke wedstrijd uh, en die eerlijke wedstrijd komt niet neer op iedereen heeft Ronaldo in de spits en iedereen heeft, weet ik veel, Bergkamp of op tien. Nee, dat komt gewoon neer op, oké, okay, Tadic is 85 en aan de andere kant, ik weet niet wie de god tegenwoordig allemaal bij Schalke zit, maar die zijn ook allemaal 85. Ja, dat hebben ze gewoon erin. Ja. Maar daar kiezen ze expres niet voor, omdat nee, het klopt. een marketing tool is. En zo zo ging die World vroeger altijd. Ja, maar om, om zo kids in te pakken, dan ja. weet je wel. Ja. En zolang mensen blijven betalen, blijven ze die pay win ook uh, agressief uh, adverteren. En uh, aan, aan de man brengen. Dat is helemaal waar. Ja. Um, en inderdaad, kijken. cosmetics kopen vind ik altijd jammer. Want normaal gesproken zat die, zat die shit gewoon in de game. En nu moet je ervoor betalen. Helemaal mee eens. Maar dat is wat ik zeg. Daar kan je nog een discussie over voeren. pay win kan je naar mijn mening geen discussie over voeren. Waar zijn we in godsnaam gebleven? Um, Bij Buenos Dias. Buenos Dias, Diaz, Game Kings, Stefan, aka Veltje. Nah, die, die heb ik gewoon niet. Die heb je niet? Ik heb die gewoon niet. Moet ik hem maar voorlezen dan? Ik heb die wel. Nou, nah, ik ga net zeggen. En er staat een koeie letters bij, uh, check de review morgen als je wil weten of het een budgetback game is of een uh, full price waard. Fuck pay the win. Dat sowieso. Dan ga ik hem even omvouwen, dan weet ik tenminste dat ik de goede heb. Buenos Dias, Game Kings. Deze is van, oh dit is de laatste. Stefan, a.k.e. Veldman. Je hebt ja, maar de a .a. helft van de brief. Oh, dat zit eronder. Ja, ja, Oké. Okay. Sorry. <laughs> sorry, 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 sorry. Afgelopen week hebben de vrienden van de show van MSI een nieuwe monitor aangekondigd: de MPG Artemis 343 CQ CQR. Natuurlijk is het scherm perfect voor gaming. Heeft het een ultra-wide verhouding, een paneel... 1 milliseconde respons tijd en veel, van, veel meer van dit soort termen. Daarnaast heeft ook de AI-functionaliteit. Blijkbaar de overstap gemaakt naar schermen. Functies die hieronder vallen zijn onder meer het lichter maken van donkere gedeeltes van het scherm zodat je vijanden beter ziet. Ja. De monitor in acht stappen laten inzoomen om beter te kunnen emen, Waarbij de DPI van de muis automatisch meeschaalt. Automatisch van kleur veranderende crosshair uh, wanneer deze te veel overeenkomt met de kleur van de achtergrond. Het scherm zal niet goedkoop worden. Uh, een vergelijkbaar scherm van MSI. De Optix mpg 341 CQ. Wat een verschrikkelijke naam, man. Heeft bijvoorbeeld een vanafprijs van 869 euro. Uh, wat er van deze functies overblijft wanneer je een console op aansluit, heb ik niet kunnen vinden. Niks. Ik heb wel het uh, vermoeden dat, wanneer ik een loskastje op de markt zou brengen, dat deze functies mogelijk maakt uh, voor bijvoorbeeld de PlayStation 5, dat ik nog nooit zo snel contact met iemand van Sony heb gehad. Als ze, in, dat ze het niet cool vinden dat jij zo'n ding hebt. MSI moet natuurlijk jaarlijks iets nieuw verzinnen om weer een nieuw scherm uit te kunnen brengen en verkopen. Maar gaan ze hier niet mee, of hiermee niet wat te ver? Graag hoor ik jullie mening hierover, Stefan, a.k.e. Veldje 1, 2, 3. Ja, ze, ze, moeten el, ze moeten elke keer nieuwe features bedenken om, om nieuwe monitoren natuurlijk te kunnen sluiten. Want als jij gewoon een heel goed IPS-paneel hebt gekocht van een paar jaar geleden, wat toevallig ook een hoge refresh rate heeft, dan heb je weinig uh, reden om te, te upgraden. Al die AI-functionaliteiten, ik, uh, ik zet er altijd uit. Ik heb ja. er helemaal niks mee. Um, simpelweg, ik wil het spelen zoals de maker het heeft bedacht. Ja, en die, um, ja precies. Ja, de, de kleuren, um, de, gewoon, gewoon de hele artstijl, noem het allemaal maar op. Dus ik, ik wil geen manipulatie, dat heb ik ook met mijn tv. Uh, ik, ik ga geen gekke rare filtertjes aanzetten. Dus daar maak ik allemaal maar, geen gebruik van. Maar is het, is het ook niet zo dat het m, tegen het vals spelen aan gaat zitten hiermee? Dit is in feite een pay-to-win, ja. ja. Als, jij, ja. Als, jij meer, als jij meer geld weet neer te leggen voor je hardware waar je een competitief voordeel uit haalt, dan is dat in feite een pay-to-win, ja. Hmm. Ja, want ik, ik zou, ja, ja. Ik ben niet zo competitief ingesteld dat het mij uitmaakt of iemand anders dat doet, uh, het cool vindt om dat te doen. Um, maar je hebt er in principe wel een, voorbeeld, een voordeel bij als bij iemand anders het scherm lichter is op bepaalde stukken. Uh, het inzoomen op de een of andere manier voor je wordt gedaan. Uh, ja, ik weet niet wat je van een, kleur, aan een kleurveranderende crosshair hebt, want je ziet altijd het witte puntje meestal wel in het midden van het scherm. Ja, ik, ik gebruik het sowieso niet, dus het boeit mij niet veel. Maar wat ik zei, het, het, het riekt naar vals spelen. En wat hij ook zegt, hè, als, je, als jij bij mm. PlayStation 5 bijvoorbeeld een soort van loskastje hebt die dat zou doen, dan zou Sony heel snel bij je aankloppen. Nee. Nee? nee? Moet je helemaal zelf weten. Oké. Okay. Maar uh, misschien dat ze met, bij de eerstvolgende firmware-update het gewoon niet meer compatibel maken. Dat zou <laughs> natuurlijk de, de, ook. Da, 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 dat is meer waarschijnlijker dan dat ze met je aan de lijn gaan hangen. Mm -hmm. Maar, um, nou ja, uh, ik, ik trap hier gewoon over het algemeen niet zoveel in. Je, over het meeste uh, heb je gewoon ook niks aan. Het zijn gimmicks in plaats van features. Top. Toch? Ja, nee, ben ik mee eens. Ik, uh, ik, ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ze moeten gewoon lekker blijven bij het maken van een goed scherm. Ja, en, en inderdaad, als jij een duurdere GPU koopt, meer frames, uh, heb je ook een competitief voordeel. Daarom zei ik ook een beetje tongue in cheek. Dat is ook uh, pay win natuurlijk. Oh, er zijn van die kastjes en die shit wordt niet aangepast. Uh, aangepakt. Oké. Okay. Nou, kijk. We hebben dat ook weer gehad. Hey, uh, dat was de laatste brief. Kans. Dat was de laatste brief. We, hebben, we zijn ook alweer een beetje bezig. Ja, ik vind het een prachtige, prachtige tijd. Kijk. En dan krijg je de vraag: Yo gasten komt er nog een early access review van Baldur's Gate 3 woensdag op je beeldscherm. Die gaan we nu opnemen, ja. namelijk. Dus... En het grappige is, um, uh, ik heb al veel verschillende. In de tien minuten tijd die we van tevoren, voorbrieven maandag uh, dat ik hier binnen kwam wandelen en uh, gepraat hebben, heb ik al heel veel verschillende grappige anekdotes gehoord over hoe bepaalde encounters bij jou Jelle en ik uh, echt heel erg van elkaar verschilden. Dus dat is wel, ik denk dat daar wel uh, op in wordt gegaan. Dat zeker. Ik en je de... ja. ik heb jullie de opdracht gegeven om je je charactersheet uh, te laten zien. Van jouw gemaakte karakter. Even uh, wat jouw uh, jou motivatie draagt. Die moet was. nog wel even capturen trouwens. Hoe die heet, uh, ook belangrijk. Uh, want ik heb, ik heb een goede naam. Niet in de... Uh, Chat-spoilers, alstublieft. Okay. En um, ja, gewoon uh, een beetje elkaars uh, karakter belachelijk maken. Ja, ik zag Gelukkig. nog een goede vraag van Kian. Die vroeg, uh, denken jullie dat er nog uh, externe harde schijven komen... voor de PlayStation 5 om daar uh, games vanaf te spelen? Nee, dat, uh, dat gaat niet werken. Uh, je moet echt je, je PlayStation 5 openschroeven. De bandbreedte, simpelweg op uh, USB. Uh, ook bij de nieuwste USB 3.1 en uh, noem het allemaal maar op... Uh, die ook op de Playstation 5 zitten. Die zijn gewoon niet snel genoeg. Die bandbreedte is te laag. Dus Playstation 5 games kan je no way afspelen vanaf een externe harde schijf. Uh, dat gaat ook nooit gebeuren. Tenzij er op een gegeven moment een nieuwe USB standaard weer komt. Die wel die bandbreedte ondersteunt. Maar dan moet ook die Playstation 5 dat weer hebben. Dus misschien de Playstation 5 Pro wel. Deze in ieder geval niet. En um, je kan er ook niet zomaar blind elke NVMe uh, SSD schijf kopen. Eén, hij moet aan uh, een specifiek uh, aantal eisen voldoen. En dan nog is het niet zeker of het gaat werken. Want uh, ze verschillen ook nog wel eens van grote... door middel van heatsinks, noem het allemaal maar op en ook daar zitten weer limitaties aan... met betrekking tot de PlayStation 5. Dus daar zal Sony een uh, flinke kluif aan hebben. Ik denk dat ze op een gegeven moment... een beetje de, de xbox kant op gaan. Xbox heeft echt van die memory card dingen. Ja. Ja, maar uh, ik denk uh, dat Sony gewoon met een aantal partners... een voor PlayStation 5 range... Uh, of certifi een certificering... Uh, voor ja, ja. Dat dat ze, maar dat moet ze ook gewoon doen... want dan is het tenminste duidelijk. Ja, geschikt voor PlayStation 5. En als hij niet geschikt is voor PlayStation 5... Dan, uh, ja. dan moet je er ver van weg blijven. Hey, Tom vroeg... gaan we een EU tegen EU-wedstrijd zien... De Worlds finale. Het zal een unicum zijn. I don't give a fucking shit. Man. Jawel, maar kom op. Geef even je expertise over deze uh, The World. Leak toch, Tom? Gaat over leak toch? Schijnbaar is heel speciaal namelijk als als Europese teams uh, heel ver komen. Ik krijg echt <laughs> niks uit me hier. Hè? <laughs> <laughs> dus uh, nee, dat gaat niet werken, jongens. Uh, met de USB, dus um, je moet echt een uh, NVMe uh, harde schijf hebben die ook echt compatible is met de PlayStation 5. Oh. En eh, geen King zegt Daan, dankzij jouw item over Red Hat uh, 2 ben ik weer aan uh, de game begonnen. Helemaal zin in een pakketje voor er je. Er een pakketje van mij van Rockstar. Ja, heel vet. Ik vind het schandalig. Waarom? Ik vind eigenlijk dat je pas mee mag nemen. Als je de game hebt uitgespeeld. Ik heb hem bijna uitgespeeld. Ja, maar weet je wat niet. het is? Het is net als die serie waarbij je de laatste seizoen niet wil kijken. Omdat je niet wil dat het afgelopen I know. Maar voor die tijd mag je die niet meenemen. Echt wel. <laughs> Sterker nog. Het gaat straks mee. Hey jongens. We zijn aan het einde gekomen van uh, Brieven Maandag. We bedanken jullie weer uh, voor het kijken. Het was ja. weer rete gezellig natuurlijk. Wij gaan uh, hier weer aan de slag met uh, items opnemen voor uh, de rest van de week. En hopelijk... Komt er geen totale lockdown? Ik ben er wel bang voor. Wat denk jij? Even, even uh, snel je analyse. Nee, geen lockdown, wel strenge regels. Ja? ja. Ik, uh, ik, ik, ik ben er bang voor, maar we, we gaan het zien. We gaan het zien. Volgens mij is er morgen weer een nieuwe persconferentie. Dus uh, we, gaan het zien. we zien het vanzelf weer. We hebben het, we hebben het, ik vind, wacht even, ik vind het knap dat we het politiekloos hebben kunnen houden. Deze uh, maandag. Wat dan? Nou, meestal begint het met een vraag of met een opmerking, of wat dan ook. En dan, dan krijg je altijd een, een soort van politiek minuutje ik vind dat dat helemaal niet erg is. dit keer niet de, het woord het c woord is ook niet in de mond gekomen vandaag Wel we, hebben, we, we hebben pandemie Wel gezegd maar waard. we hebben niet c ik heb al covid gezegd oh ja coast ja. fits van Koos video nee nee, okay. nee 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 nee. oké deep state deep state pizza gate hebben we dat ook weer gehad ja, nu weten we zeker dat deze video uh, keihard wordt genervd op YouTube. Sorry, <laughs> <Ja. man. Nee. laughs> Fijne maandag, fijne De... week, jongens. Later. Uh... Ja.